Danny Grootees was dat en alles in mijn leven. En aan tafel zit nu Benno. Benno van Vught. Goed nadenken, hè, jongen. Af en toe wel, ja. Nadenken. Ja. Maar ja, goed. Dan komt er je achternaam naar het waarschijnlijk. Op Vught, ja. En niet uit Vught, hè. Maar af en toe, Benno, dan denk ik wel eens ooit van, kom nu weer te maken. Ja. Tegen jou kan ik meer zeggen als tegen andere artiesten. Ja, tuurlijk. Dat mag ook. Nou leer ik van, dan kan ik weer nieuwe singles opnemen. Ja. Van de gekste opmerkingen maak ik een single. Ja, maar bij jou hoef ik ook niet na te denken wakker. Dat is waar. Maar goed, ik zei al, mensen weten al dat ik bij jou altijd kom eten na de uitzending, want dan heb ik geen tijd om te kokkerellen. Ja. Dus bij jou staat het eten altijd al klaar. Dus ja, of bij mijn zwager, hè. Het is om en om, hè. Om en om. Maar goed, dat... Dat is dus wat maar geef alle mensen dank, want als ik niet bij mensen had, dan had ik niet bij mijn zwager gekomen. Ja, inderdaad. Dus ja, zo. Ja, okay. Zit dat in elkaar in. Benno van Vught. Ja. Hoe ben jij gaan zingen? Want jij bent eigenlijk schoonmaker. Ik ben een schoonmaker en ik blijf een schoonmaker. Maar jij kan platbroten, hè? Ja, dat is zeker. Ja, dat is weer zeker. Ja. En ik kom net van mijn douche, ben ik hier naartoe gekomen, dus gekost niet weten dat ik zou komen. Nee. Maar het is begonnen bij het lipje van Blikje. Mijn vriendin die maakte handtasjes van lipjes van Blikjes. Ja. En een nummer zat ze. En ik kost niks horen van de televisie. Toen zit ik bij nul gekke slag, ik ga voor jou een single opnemen. En dat werd een hit. En ja, wat moeten we nou? Ja, dan gaan we maar door. Dus toen is mijn tweede single gekomen, dat is een goeie. En ja, zo zijn wij een beetje doorgerold. Ja. Dus toen kwam de Zonnebril en dat is dus een mega hit geworden. Eigenlijk in heel Nederland. Ja. 466.000 views op internet. En ja, dan weet je eigenlijk niet hoe of wat. Ja. Dus. Maar Benno, je bent doorgegaan met zingen. Toen kwam de tweede hit. De tweede, ja, dat is echt al, hè, de Zonnebril. De Zonnebril? Ah, ik heb P-Wings nog. De P-Wings? Volgorde, dat ken ik allemaal niet, hoor. Dat is te verwachten als je het vindt. Ja. Het is in ieder geval in 2,5 jaar heb ik nu 12 singles. 12 singles? En daar gaan we nu 9 december album uitreiken. Wat dikke toch? Ze kunnen hem wel van tevoren bestellen. Ja? Want ik laat maar 100 maken, er komt een special item op te staan. En die komt niet op YouTube, niet op internet, die komt nergens op. Alleen die optie singles bij op de album te staan. Dus ze hebben echt een special item als ze kopen. En waarom ben je daarvoor gekozen, Benno? Want dat is toch wel heel erg... Waarom heb ik daarvoor gekozen? Nou, omdat er heel weinig singles meer verkocht worden, denk ik van als ze dan alles wat Benno wil hebben, moeten ze toch de single of de album kopen. Mm-hmm. En daarom heb ik dat gedaan. Nou ja. 9 december, zei die gang? Heb ik mijn single presentatie plus album CD presentatie in Esbeek. In Esbeek? Waarom ben je gekozen voor Esbeek? Ja, dat is een heel lang verhaal, maar... Dat kun je niet in 3 woorden zeggen. Ja, nee, maar dat is van begin af aan dat ik daar zit. En in het begin was het heel goed bevallen. En toen is het een tijdje bij minder geweest, hè? En vooral de kendigheid. En toen was ik op zoek naar iets anders en toen belde hij mij weer op. En zodoende is het toch weer allemaal goed gekomen. Dus heb ik gezegd van, jij hebt toegeholpen en dan helpen we jou ook verder. Dus want als je dan volle bak hebt, dan moet je niet in één keer naar een ander overstappen. Nee. Nou, ken ik jou op het waar een klein beetje. En dan heb jij één liedje. Eigenlijk, dat vind ik wel zo prachtig. Dat weet ik. Ja, daar heb ik nog niet op een aankant gezet op een single. Waarom niet? Dat wel. Ja? Dat is wel waar. Ja? Ja, zeker weten. En waarom weet ik dit dan niet? Ja, dat weet ik niet. Je kunt straks de CD bij mij bestellen. Ja. Start je ook op? Ik geloof dat ik daar gedaan heb, of niet? Ja, voor eentje, ja. Maar ja, die eten dat ik niet besteld. Nee. Had je dat niet gedaan? Nee, eten dat ik niet besteld. Maar dat komt wel. Komt wel. Komt goed. Zeg, ben nou 9 december dus? Wat is de inprijs, de inkom voor onze Vlaamse vrienden? De inkom is 7,5 euro. Ja? Ze kunnen hem bij mij bestellen of bij het Schuttershof. Ze kunnen hem ook bij jou bestellen, want dan geef ik hier een paar kaartjes af als, als ze dat willen. Dus dat is geen probleem. Maar aan de deur kost het een tientje, dus het scheelt toch een kraak. Aan de deur bij jou? Aan de deur bij Schuttershof. De 9 december, ja. Als ze dan aan de deur komen, kost het een tientje intrekken.
En als je dan ergens als schoonpoetser bent en ze zeggen dan tegen jou, wat ik wil binnenkomen, wat kost die dan? Ook tientje, gewoon. Net zoals een ander, ik maak geen verschil. Dat maakt geen verschil? Nee. Okay. Zelfs als mijn broer of zuster is, die betalen gewoon intrek. Zeg Ben, nou, jij gaat dadelijk iets zeggen? Ik ga dadelijk iets zeggen weer. Iets in, En ik weet niet waar. Ik weet niet waar, maar... Nee, maar jij hebt wel een vermoeden. Ik heb wel een vermoeden, ja. 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 Maar dat kan ik ook nog niet zeggen, want dan ga ik gewoon afwachten. Kijk, wat mijn vermoedens waar zijn. Ik denk het wel. Ik denk dat je de goede vermoeden hebt. Ja? Ik denk het wel. Nou, dan zou ik zeggen, ga opstaan en ga je achter de microfoon staan. Ik weet niet welke microfoon ik heb. Die. Daar wordt u gewezen. Daar ben je onze... die daar. Kijk eens aan. En dan ga ik aankondigen Benno van Vught. Ja, daar kun je twee ook. Wacht even, die horen jou niet. En dan ga ik aankondigen Benno van Vught en hij gaat live optreden hier zo in dit programma van de Zaligmatinee. Ja, deze microfoon. En dan gaan we dus aankondigen Benno van Vught. En dan gaan wij vragen om hem klaar te staan. En dan gaat hij zingen live hier zo in deze studio in Zaligmatinee. Benno, aan jou. De keus. Het komt helemaal goed. Het komt helemaal goed. Ik wacht tot we muziek hebben, dan beginnen we wel een beetje te lallen. Benno van Vught. Laat je vallen heel erg. Is je het? Is trouwens de enige cover die ik gemaakt heb. Oké. Vriendschap voor het leven. Vaak duurt ze maar heel even. Vriendschap kun je echt niet kopen, daar mag je enkel maar op hopen. Vriendschap is de bron van ons bestaan, zonder vriendschap kunnen wij het niet aan. Ieder mens heeft iemand nodig, al denk je vaak ik kan het wel alleen. Er zijn dan die momenten in je leven, daar kom je zonder vrienden niet doorheen. Vriendschap voor het leven, vaak duurt ze maar heel even. Vriendschap kun je echt niet kopen, daar mag je enkel maar op hopen. Vriendschap is de bron van ons bestaan, zonder vriendschap kunnen wij het niet aan. Als je alleen komt te staan in het leven en ernstig denkt, ik kan het niet meer aan, dan komt weer iemand die je moed zal geven. Met vrienden om je heen zal het weer gaan. Vriendschap voor het leven, vaak duurt ze maar heel even. Vriendschap kun je echt niet kopen, daar mag je enkel maar op hopen. Vriendschap is de bron van ons bestaan, zonder vriendschap kunnen wij het niet aan. En je hebt veel vrienden gehad. Vriendschap is de bron van ons bestaan, zonder vriendschap kunnen wij het niet aan. Zonder vriendschap kunnen wij het niet aan. Een applausje voor Pat. Ja, dankjewel Benno voor